Ja, en we hadden graag meer vragen gesteld aan Jean-Luc Dehaene, maar die kwam liever vandaag niet naar onze studio. Maar wie gelukkig wel bij ons zit, is Fons Verplaatsen, eergouverneur van de Nationale Bank. Meneer Verplaatsen, goeie avond. We zien het hier net. Zelfs loodgieter Dehaene is somber, hè, over deze Mission Impossible. Hij heeft het duidelijk gehad, hè? Ja, ik kan nergens verstaan als je terug gaat in het verleden. Ik heb tijd van het gemeentekrediet. Dat was een van de twee best bestuurde financiële instellingen in België. Dat is het altijd gebleven. Daarna is er meer modern bankieren gekomen. Men heeft een huwelijk met Frankrijk aangegaan. In de plaats van, laten we zeggen, plaatselijke kredieten, Amerika, men heeft de wereld zeer groot gezien. Ja, en op den duur zijn er daar veel onverwachte omstandigheden gebeurd. Ja, en is alles falikant afgelopen? Die bijna altijd falikant zullen aflopen. Nu, het feit dat die bank Dexia België, denken dat ze beter de naam zouden veranderen. Maar kom, dat is een dat ander... is te besmet, zegt u. Wat blieft? Dat is te besmet, beter de naam Dexia. Ik zou dat doen, maar wel, wie ben ik? Ik heb er geen verstand van. Kom. Ja. Maar ik denk dat die operatie die gebeurd is, al bij elkaar een goede operatie is. Ja. Voor het personeel, voor al de klanten, de deposanten, kassouders, effectenrekeninghouders. Ja. En dat de prijs die men ervoor betaalt niet te veel is. Nee, niet te veel, zegt u, meneer Verplaatsen. Iedereen is het eens over die redding die er moest komen. Dat is één ding. Maar dit kost ons wel 160 miljoen rentelasten per jaar en een verhoging van de staatsschuld. Ja, die 160 miljoen per jaar, dat is omwille van de verhoging van de staatsschuld. Hè. Mm-hmm. Je mocht er geen twee keer in tellen. Nee, geen twee keer tellen. Geen 4 miljard bij. Nee. 4 miljard dan 4% is 160 miljoen. Ja, maar die 4 miljard natuurlijk, moeten beleend worden. Dexia, België, zal ook wel een bedrag aan de staat betalen. Mm-hmm. Ik weet niet aan die 160 miljoen hoe dat het zal verhouden. Dan gaat dat negatief zijn, gaat dat... Iets opbrengen in de staat, het is veel te vroeg, maar laten we zeggen, het was de enige mogelijke stap. En ik denk dat het een... Het was het enige mogelijke. Ja. Vindt u dit normaal, dat België 60% staatswaarborg geeft voor die restbank? Frankrijk een goede 36. Terwijl, laat ik zeggen, de Franse tak de deposito's aan Belgische kant heeft leeggezogen? Om haar dingen te kunnen doen? Ja, maar dat was in het begin. Hè. België had een overvloed van deposito's, geen genoeg kredieten. En dat was een van de redenen. Frankrijk had behoefte aan krediet en geen deposito's. Dus breng die twee samen en je hebt iets dat perfect gaat. En dat had dat zo gebleven. Maar men is verder beginnen maar gaan. Maar het ging niet perfect, hè? Het ging niet perfect, dat is men beginnen te zien buiten kredieten aan de Franse lokale overheden. Ja. Ja. Maar meneer Verplaatsen, als je dan kijkt naar die verdeling van de staatswaarborg, moet je dan niet zeggen, België heeft hier verre van opnieuw uitstekend onderhandeld? We hebben ons laten rollen, zoals in 2008. Luister, de Fransen zijn moeilijke mensen. Hè. Je kijkt in de energiesector, hè. Ja. Om... Daar het anders uit de kant te halen met Sarkozy en al zijn vrienden, dat is niet gemakkelijk. Nee, dus ook, we hebben slecht onderhandeld. Nee, dat zeg ik niet, mevrouw. Ik denk dat we het onderhandeld hebben, dat we eruit gehaald hebben wat dan we kunnen. 60%, 3 voor Luxemburg, 37 voor Frankrijk. Ja, maar u zegt de Fransen zijn nu eenmaal zo, dus eigenlijk had het eerlijker gekund. Ik weet niet als er meer... Het was dringend, hè. Men moet het doen. En ik denk... Bijzonder is in feite wat we zeggen dat de vierde bank van België, ING, is weg. Fortis, ja. Behalve de naam van achter spreken we er niet meer van. Nee, klopt. Ik denk dat de regering een goede keuze gedaan heeft. Hè. Ze hebben mijn advies niet gevraagd. En ja, met de Fransen onderhandelen, ja, maar het is niet gemakkelijk. La France éternelle, mevrouw. Ja.
Men kan zeggen, een grote verantwoordelijkheid ligt bij de bankiers en de raad van bestuur. Analisten zeggen ook, die splitsing met een restbank had al na de crisis in 2008 moeten gebeuren. Dit is too little, too late. Ja, maar too little, too late, dat is allemaal gemakkelijk achteraf. Het is een feit, laten we zeggen, die restbank is daar. Er zijn daar slechte stukken in, er zijn daar goede stukken in. Als jij kunt wachten tot op de vervaldag, zullen er veel van die stukken nog meer opbrengen dan ze nu boekwaarde hebben. Mm-hmm. Maar je moet tijd hebben. Hè. Ja.